regering blijft werken aan de belofte om elke Surinamer die er recht op heeft een stukje grond te geven. Ruim 1200 grondpapieren zijn ready voor bewoners van Wanica en Paramaribo. Enkele van deze grondpapieren zijn gisteren uitgereikt in het Roelies Event Center door onder andere de president, de vicepresident en de minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Minister Di Nota vorige week van Grondbeleid en Bosbeheer deed een beroep op de personen die in aanmerking zijn gekomen voor een stukje grond om de stukken niet te laten liggen. Er moeten nog enkele stappen gevolgd worden voordat deze personen over hun transport kunnen beschikken. De bewindsvrouw benadrukte dat er nog enkele formaliteiten moeten volgen. Daarom raadde ze hen af om hun toewijzing of bereidsverklaring te laten plastificeren. Degene die een bereidsverklaring krijgt, probeer om morgen al naar de centrale bank te gaan om uw ontsluiting te kosten te betalen. Naar de DC om uw leesjes te betalen en ook alvast naar de landmeter. We weten dat de landmeterkosten een beetje hoog zijn. Dus als u alvast gaat u betalen deel, kan de landmeter alvast beginnen te werken aan uw stuk. Want binnen 6 maanden moet u terugkomen naar het ministerie om te aanvaarden om daarna uw toewijzing te krijgen. En zij die vandaag een toewijzing gaan krijgen, ga morgenochtend of maandagochtend vroeg al naar Glis met een nationaliteit of een uitreksel van u om het over te schrijven. Want dat vervalt ook. Want men denkt van, wanneer ik al mijn toewijzing heb, heb ik al alles. U moet het eerst laten registreren bij MI Glis om uw transport te krijgen. Maar zo noemen we het in volksmond. En dan bent u verzekerd. En als u het daarna wil plastificeren, mag het. Vice-president Ronnie Brunswijk was ingenomen dat zo'n grote groep personen in aanmerking is gekomen voor een stukje grond. Hij benadrukte dat dit precies de bedoeling is van deze regering die aan elke Surinamer die er recht op heeft een stukje grond wil geven. Waarom? Wanneer je een stuk perceel hebt, dan heb je zekerheid. Dat betekent dat je jezelf kan opbouwen. De zekerheid die je hebt is dat je een perceel hebt waar je alvast een woning kunnen opzetten. Maar je hebt ook een aantal mensen die al een perceel op een stuk terrein hebben. Al jaren, ik heb hier gehoord, 32 jaren zijn er papieren of verzoeken gedaan om aan een stuk perceel te komen en die krijgen het pas vandaag. Deze maf me. Alla strana man, met breedte te het hem dat want de belofte van regering die zie, zijn misdrijf DC, worden nageleefd. De president benadrukt dat zijn regering er alles aan doet om het leven voor Surinamers te verbeteren.